De GP Plus serie zit al jarenlang in de collectie van Alpinestars. En inmiddels is die een aantal jaar geleden aangepast naar de GP Plus R. En naast mij staat Justin met een nieuwe GP Plus R V2. Dus die is voor 2017 volledig vernieuwd. Ik ben Mark van MotorKledingCenter TV en in deze video vertel ik jullie meer over de Alpinestars GP Plus R V2, beschikbaar bij MotorKledingCenter.nl. De Alpinestar GP Plus R V2 is speciaal gemaakt voor de mensen die rijden op een sportievere motorfiets. Hoeft niet per se een race te zijn, maar kan ook op een stoere nakedbike zijn, een tourmotor of eventueel een wat meer urbanachtige motor voor in de straat. Hij is niet voorzien van een speedhump en ook niet een extreem sportieve platform, dus daarom is deze jas voor straatgebruik heel erg goed geschikt. Hij is gemaakt voor gebruik tijdens midseason en zomer. Weet je nou dat je echt een mooi weerrijder bent en dat je alleen maar rijdt als de zon schijnt en het droog is, zou je ook nog kunnen kijken naar de Airflow variant van deze jas. Dat is een variant die veel meer geperforeerd leer heeft en dus nog een extra ventilatiemogelijkheid. Hij is gemaakt van 1,3 mm dik rundleer, super hoge kwaliteit. We zien de nerf van het leer echt duidelijk liggen op het pak. En naast dat het heel comfortabel is, is het ook nog eens extreem slijtvast en dus heel erg veilig. Naast dat deze jas is gemaakt van slijtvast leer, is die natuurlijk ook voorzien van de nodige protectie. Op de schouders zit een CE-gekeurde level 1 protector en daarboven vinden we een nieuwe light sliders van Alpinestars. Nou, deze sliders zorgt ervoor dat als je, mocht er wat gebeuren, dat je blijft glijden op het asfalt in plaats van rollen, want rollen dat creëert eerder letsel. Dus op deze manier schuift het, heb je extra hoge slijtvastheid en voorkomt het dus dat je gaat rollen. Aan de onderkant vinden we een hele grote CE-gekeurde protector die tot ver aan de onderarm doorloopt en op de rug hebben we nog de mogelijkheid om het energiedempende foampanel wat erin zit eruit te halen en te vervangen door een Nucleon level 2 gekeurde backprotector van Alpinestars. Die is los bij te bestellen als accessoire en steek je er zo in, ben je op je rug ook maximaal beschermd. Nou, aan de achterzijde zien we een reflectiestrook. We zien het Alpinestar logo geborduurd aan de onderkant en aan de bovenkant. En we zien dat die jas wat langer is bij de achterkant. Nou, er zit een verbindingsrits in. Ze kunnen eventueel deze jas vastmaken aan een leren broek van Alpinestar. Bijvoorbeeld de Missou of de trackpants. Dan kun je een leren combi van maken waar je eventueel zelfs naar het circuit toe zou kunnen. Maar wij hebben hem hier gecombineerd met een motorjeans van Alpinestar. Zo krijg je wat meer casual outfit die je gewoon voor dagelijks gebruik zou kunnen inzetten. Het is een heel stoer en ziet eigenlijk niet direct iemand aan de onderkant dat je net van de motor afkomt. En als je bijvoorbeeld op locatie aankomt, doe je je jas uit en heb je gewoon een casual outfit waarna je wel gewoon weer veilig op de motor kunt stappen. Aan de achterzijde zien we dan stretchpanelen onder de oksels, zorgen voor extra bewegingsvrijheid. En aan de zijkant hebben we nog de mogelijkheid om de jas wat strakker te trekken rondom de broek, zodat hij mooi aansluit. Aan de voorzijde zien we dat hij is voorzien van 2 ventilatie-inlaatjes. Is het wat heet, zet je die open, kan er nog wat lucht in en je zo verkoelen. En we zien dat er ook hier weer verschillende stretchdelen zijn toegevoegd voor extra bewegingsvrijheid. Nou, die stretchdelen zijn aan de ene kant comfortabel, maar aan de andere kant ook nog eens slijtvast. Dus helemaal in orde. En we zien aan de onderkant dat de mouwen ver open te doen zijn. Dus we kunnen er ook eventueel korte handschoentjes onder dragen. Maar we kunnen natuurlijk ook langere sportieve handschoenen eroverheen doen. Nou, achter de kraag, die laag is uitgesneden, zodat er geen overtollig materiaal in je nek zit, zien we dan dat deze jas is voorzien van een waterdichte pocket. Nou, leer is van zichzelf nooit helemaal waterdicht, dus je kan hier eventueel je telefoon en je document in doen. En dan weet je zeker dat die spullen in ieder geval droog blijven als je wordt overvallen door de regen. Mocht je nou met deze set of met deze jas een langere tocht willen maken, zorg er dan voor dat je een regenbroekje of je regenjasje bij je hebt, zodat je gewoon droog kan overkomen. Aan de binnenkant is die netjes afgewerkt met een meshliner. Zorgt ervoor dat je vocht snel wordt afgevoerd en dat je niet echt gaat transpireren in de jas. En hij is natuurlijk voorzien van de nodige zakken, zodat we voldoende spullen mee kunnen nemen. Justin is 1,83 meter lang en weegt ongeveer 80 kilo en draagt hiervan de jas een maat 52. Nou, je ziet dat hij redelijk strak zit. Zou eigenlijk voor het mooie misschien zelfs nog een maatje strakker kunnen. Maar mocht je deze jas nou echt ook willen dragen in het voor- en in het naseizoen, moet je er even rekening mee houden dat je er ook iets van een truitje onderaan zou willen kunnen doen. Hou er wel rekening mee dat leer ongeveer een kwart tot een halve maat rekt. Dus uiteindelijk zal die naar je lijf gaan staan, maar daarvoor moet hij wel eerst een beetje strak zitten. Wil je op de hoogte blijven van alles wat MotorKledingCenter doet? Volg ons dan op Facebook, Instagram of abonneer je op ons YouTube kanaal. Vond u deze video nuttig? Klik dan op het duimpje omhoog. En wilt u weten wat voor u de ideale maat motorjas is? Blijf dan even hangen. Ik ben Mark van MotorKledingCenter TV. Bedankt voor het kijken.